Serieus? Dit is toch niet normaal? Ik wil hier gewoon echt in doorslaan, want ik wil echt gewoon helemaal strak in pak worden. Ik ben echt nog liever 20 kilo dikker dan dat ik uit mijn bek stink. Niet dat jullie denken dat ik een soort drugs aan het gebruiken ben. Maar je eetlust wordt wel minder. Jezus, dit is echt een grap van de eeuw. Het is helemaal verkeerd. Even lekker klaar en mijn trekken. Nou, Amanda, dit klinkt heel raar. Doe even niet zo raar. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe video. Klein schaapje. Wow, it's snow. Je moet eigenlijk een foto in de sneeuw. Hallo. It's snowing in the Netherlands. En nu zie je pas hoe vies auto's zijn. Loef en ik gaan sporten. En we zijn vandaag allebei op kleur. Roze. Lijkt wel een tweeling zo. En ik heb echt karma gehad vandaag. Vannacht. Want. God, ik ben echt heel erg wit. Dit is not normal. Maar ook diegene die mascara mee. Jij kan een beetje je wimpers verven. Nou, dat heb ik laatst gedaan, mijn wimpers geverfd. Ik zeg al de hele week dat ik niet ziek word en weet ik het veel. Voel ik me niet echt ziek. Maar ik heb vannacht letterlijk geen oog dicht gedaan door die kriebelhoest. Ik werd letterlijk lijp en ik had niks in huis. Dus ik ga nu ook even langs de apotheek, want dit is echt niet te doen. Ik dacht dat ik helemaal lijp werd. Het is echt een struggle in de nacht. Ben je moe, schat? Nou, daar gaat ze hoor. Dit. Heb je ooit wel eens zo'n grote banaan? Wat een jetse. Jij hebt een kleintje. Jij hebt altijd kleiner dan mij. Oh nee. Serieus? Dit is toch niet normaal? Het lijkt wel alsof mijn lippen op springen staan. Oh mijn god. En ik ga nu in deze smart heel gevaarlijk lopen doen. Maar omdat het nog dikke sneeuw is, is het gelukkig nog niet zo glad. Check dit. Oh no. Gelukkig is bij mij de Jumbo echt 1 seconde hier vandaan. Dus dat scheelt. Het is echt bizar. Ik had op Instagram had ik een post geplaatst van het sporten van net. Met Kel en mij. Wow, ik kreeg zoveel reacties om mijn Gymshark legging die ik aan heb. Iedereen vindt hem echt heel leuk. Ik ben er zelf ook echt voor. Wow, dit is wel heel gevaarlijk. Oké. Ik moet even normaal gaan doen. Want ik gleed dus een beetje door. Oh, oké. Dus even kijken. Ja, dus dat is dus de flex, hè. Want ik heb ook altijd die fit aan van Gymshark. Dat zijn die zwarte die ik meestal draag. Die vind ik ook echt geweldig. Maar deze zit wel heel lekker, hoor. Deze is ook echt warm. Dus ik denk dat dit meer een winterlegging is. Ja, dus check Gymshark even. Want ik ben helemaal verliefd. Ik vind het echt zoveel beter als Nike en zo. Boodschapjes zijn gedaan. Alles wat hier staat is gezond. Het is niet veel. Maar ik moest natuurlijk even mijn ontbijtvervanger hebben. En die heb ik gehaald. En ik heb ook deze gehaald. Want dit is met blauwe appelblauw bessmaak. Dus hier ben ik benieuwd naar. Ik ga nu even een bakkie maken, want ik heb echt trek. Ik heb op dit moment echt even een pissed moment. Want ik zit naar de Voice terug te kijken. De knockouts. Hoe de fuck kan Ali die Evelien niet door laten gaan? Wie het kijkt, alsjeblieft zegt dat ik gelijk heb. Dat meisje is te leuk, te lief en ze zingt zo verschrikkelijk mooi. Ik ben gewoon kwaad hierom. Nee,
Nee, ik vind het echt oprecht. Je spoort toch niet dat je haar niet door laat gaan? Nee, oké. Okay. Ik ga mijn hoestdrank nemen. En dan slaap ik weer de hele nacht niet. Nee, ik vind het echt. Ik vind het meisje ook gewoon zo leuk. Nee, ik vind het niet leuk. Ik ben gewoon fan van haar. En zij was fucking goed. Sorry hoor. Het is gewoon niet normaal dit. Prikkelhoest. We hebben trouwens weer gewerkt natuurlijk. Want het is al 1:30 volgens mij. Nou, ik vind dit altijd zo pure onzin, die maatjes. Ik doe het gewoon in mijn handje. Oké. Okay. De meid gaat slapen. Oh, wat is dit toch smerig. Nou ja, het is niet helemaal smerig. Het heeft iets lekkers, maar dan uiteindelijk is het smerig of zo. Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet uitleggen. Oh ja, kijk, dit is trouwens mijn nieuwe dingetje voor op de bank. Kijk, mooi hè. En dan gaat deze nu in de prullenbak. En ik krijg ook een nieuw vloerkleed. Ik denk morgen of zo. En het lijkt een beetje op dit. Dus we zijn een beetje de dingen hier aan het veranderen. Ja? Wil je deze nog houden, schat? Ben je niet goed of zo? Ik vind het lelijk. Het komt niet meer op mijn bank, hoor. Dat is niet in match. Een hele goede morgen. Het is alweer de volgende dag. En dit is mijn ontbijt. Havermout met rozijnen en blauwbessen. Dus daar gaan we even mee beginnen. Inmiddels ben ik helemaal omgekleed. En ben ik bij Rachel in het pand. Rachel is het meisje die al mijn sieraden maakt. Haar Instagram is @beachywheels.amsterdam. Daar zit kettingje ook van. Alles wat om mijn vingers zit. Behalve deze ring. En ik ga even de sieraden van mijn oma laten innemen. Dat moest hij nog doen. Dus dat gaan we nu even bij haar laten doen allemaal. Ik heb heel even snel iets met mijn haar gefixt. Even snel een foamborstel doorheen gehaald. En ik heb alvast 2 sieraden om die nog van mijn oma waren. HR, rietje, vraagteken. De rest wordt allemaal op maat gemaakt. Oh my god, die latex legging die plakt gewoon. Hoor dit. Joh. En ik heb even dit aan. Dus, oh ja, jullie weten niet eens wat ik ga doen. Sarah haalt me nu op. Dan ga ik even met Saar en Gaap lunchen bij Van Dam. Hoe serieus eet je een club sandwich? Dit is helemaal kut. Hi vriendin. Hi andere vriendin. Hi. Van jullie ziet er zo mooi uit nog. Wij zitten hier nog steeds. Wij is Gaby, Emmy. Het is inmiddels, het is 5%. We can make it if we try. Sing. Waarom heb ik nou? Just the two of us. We hebben zoveel wijn op. Just the three of us. It's empty. Nee, we worden echt vervelend. Oké, okay, luister dan. Het is een word for dit. Het is zo moeilijk. En het is... We verliezen gewoon met z'n tweeën tegen 1 man. Dat kan niet hoor. I know. We moeten winnen. Als we winnen haalt hij ons op en anders moeten we een Uber pakken. Dus we zitten al 3 uur in het spel te spelen omdat we het vertikken om een Uber te pakken. Ja, dus dat. Ik zit nu met Gaap haar telefoon te filmen. Die heeft een heel erg groot beeld. Oké, de meid is thuis. Ik ga zo met Jeff bij Ferrisporie eten. Maar ik wou jullie dit eerst even laten zien. Dit had ik dus laatst gezien bij Alia Express. En het is dus een bal voor Bobby. En dat gaat uit zichzelf bewegen. Maar nu doet hij het dus niet, omdat je er weer geen batterij bij krijgt. Dus nu moet ik los een batterij kopen. En dat had ik niet liggen. Dus sorry Bob. Maar anders was het echt grappig geweest, want het beweegt dus gewoon... En ik heb een pakketje binnen van de Gymshark.
Want ik vond mijn roze legging zo geweldig zitten en zo leuk. Dus ik heb gelijk even andere kleuren besteld. En even kijken. Dit is dus de Flex, hè? Voor de mensen die hem ook willen bestellen. Even kijken, want ik had ook wat voor Kelly besteld. Dit is van Kel, volgens mij. Hè? Oh ja. Deze. Grijze. Met een zwarte band. En dan deze. Maar ik zie dus nu dat het echt heel erg op elkaar lijkt. Deze is ietsje lichter. Deze is donkerder. Met een blauwe band. Dus dat is wel een beetje kut. Want op het plaatje leek deze echt paars. En deze grijs. Maar nu is dit echt bijna hetzelfde. Dus daar baal ik wel een beetje van. Want nu lijkt het op elkaar. Maar oké, fuck it. En Kel heeft dus zeg maar deze gekocht. Met dit setje. Met dit kopje erop. Sorry Kelly. Ik ga je kleding showen in mijn vlog. Kijk. Die heeft zo'n setje. Dus deze top erbij. Maar ik ben niet echt van die hele korte tops. Want ik weet niet. Dan zit ik zo mijn oefeningen te doen. En dan zie je mijn hele buik vetrol. En dat vind ik niet zo lekker. Dus. Dat. Ik weet alleen even niet wat ik nu met deze leggings ga doen. Want het lijkt wel echt op elkaar. Kijk. Even in het licht. Hier hebben we licht. Het is gewoon echt lichtgrijs, donkergrijs. Bijna geen verschil, alleen die band. Dus even kijken. Misschien dat ik er eentje aan meer heb gegeven of zo. Oké. Okay. We gaan essen. Het was weer passie. En dan moet je een beetje nat maken. Kijk, hoe natter, hoe beter. Hoe beter. Bobby lijkt echt een konijn. Konijntje! Goedemorgen, we zijn weer een dagje verder. Ik heb al mijn sportoutfitje aan. Ik heb een van mijn nieuwe Gymshark Flex leggings aan. Dit is die donkergrijze. En kijk, nu zie ik dus wel in het goede licht dat het niet echt dezelfde kleur is. Deze is wel echt paarsig. Gelukkig. Want ik dacht echt, zit ik met twee paar dezelfde leggings. Want ik moet je wel heel eerlijk zeggen, ik heb ooit een keer wat teruggestuurd van Gymshark. En dat is wel echt een gedoe. Want ten eerste betaal je zelf gewoon 10 euro voor cent kosten. Dus dat is natuurlijk gewoon wel geld. En ja, duurt het wel gewoon allemaal lang. Dat vind ik altijd wel irritant. Dus ik vind het wel chill als het dan gewoon gelijk goed is. Ik zoek een trui. Ik doe deze trui wel even aan. En dan ga ik even sporten bij Johnny. Oké. We hebben het weer gedaan en ik wil jullie even wat laten zien. Mijn arm is opgepompt. Dit is gewoon een feit. Wacht. Even dit neerzetten zo. Zo. Kijk. Ten eerste krijg ik hier mijn tricep, hè, dit? Ja. Kijk.
En geloof me, die had ik echt niet. Want ik had echt een flabberarm. Omdat ik dat heel erg had. En kijk. Oh, dit voelt zo lekker, jongens. Hij voelt helemaal bop, bop. We hadden mijn armen zo zwaar getraind. Maar ik voel het gewoon. En dat is echt gewoon lekker. Voor het eerst in mijn leven dat ik iets voel. Het is zo leuk. Ik wil hier gewoon echt in doorslaan. Want ik wil echt gewoon helemaal strak in pak worden. Dus let's do this. Let's do this. Ik ga nu rijden naar de brochette. Want ik heb een afspraak met Kelly en nog een mevrouwtje over de brunch ding wat we gaan organiseren. Dus daar ga ik nu gelijk even meteen zo bezweet naartoe. Maar dat maakt het niet uit. Een hele goede avond alweer. Jeetje, ik haal nu net mijn make-up eraf. En jullie hebben mij vandaag heel de dag niet eens gezien met make-up op. Want het laatste wat ik filmde vandaag is dat ik had gesport. Ja. Daarna dat gesprek met Kel en die meiden over de brunch die wij willen gaan organiseren ging erg goed. Dus ik hou jullie op de hoogte. Ik denk dat het echt superleuk gaat worden. Ik denk het niet, ik weet het wel zeker. Nee. Ik ben echt heel erg benieuwd. Het is allemaal helemaal goed besproken vanmiddag. En ik ga jullie binnenkort alles bekendmaken. De datum, de tijd, wat er allemaal gaat komen en wat er allemaal gaat gebeuren. Dus spannend. Ik kom nu net thuis. Ik heb dus even al lekker mijn gezichtje gewassen. Mijn tanden gepoetst. En ik heb heel veel pakketjes binnengekregen vanmiddag. En ik wou het eigenlijk vanmiddag al aan jullie laten zien. Maar omdat ik zo erg aan het haasten was. En ik moest al om 4:30 werken. Redde ik het niet qua tijd. Dus hier hebben we nummer 1. Coco Clean. En ik heb een tong cleaner van ze gehad. Dat zit hierin. Ja. Steek je tong uit. Zet de Coco Clean tong swabber op je tong. Gebruik voor de makkelijk bereikbare plekken de grote zijde van de schraper. Gebruik voor de lastige plekken de kleine zijde van de schraper. Schraap van achter naar voor. Nou, of ik dit nou echt in mijn vlog ga zetten, ik weet het niet. Maar hier maak je je tong mee schoon. En dat is very important, want iedereen denkt altijd maar je hoeft alleen je tanden te poetsen. Maar ik poets ook sowieso altijd mijn tong. En ik stook er altijd heel erg goed. Want geloof me, dat is echt belangrijk. En ik hou van frisse adem. Oh, ik vind dat zoiets ergs. Ik ben echt nog liever 20 kilo dikker dan dat ik uit mijn bek stink. Ik meen het. Dat vind ik echt de grootste afknapper die er is. Dus ik hoop dat ik dat niet heb. Ja, dat dus. Dan gaan we even verder naar pakket nummer 2. Dat is van Cartello. En ik weet wat dat is, want ik heb een trui van hun opgestuurd gekregen. Dus mijn vriend belde tussendoor. Oké. De roze. Dankjewel, Bob. Deze Cartello trui. Ik ga hem even aandoen. De stof is super chill. Voel ik al. Ik moet toch uitkleden. Dus hè. Laten we nu maar beginnen. Chill, dit is hem. Ik heb deze trui in een L aan. Want ik hou van een beetje wijd oversized. Moet ik je zeggen dat ik hem voor een L nog best wel niet heel wijd vind. Maar voor mij precies goed.
Dus dat. Dan gaan we naar het volgende geval. Dit heb ik zelf besteld bij Body & Fit. Dat zijn pillen. Sommige van jullie gaan het er niet mee eens zijn. Dat snap ik. Maar ik ga heel eerlijk met jullie zijn. Ik heb nu juist omdat ik zoveel sport, heel erg last van vreetbuien. Want ik heb de hele dag trek. Omdat ik natuurlijk veel verteer nu. Dus mijn vriendinnetje slikt deze pillen. Die pillen heten Ripped. Ik ga het jullie laten zien. En ja, ik heb nu al mensen om me heen. Zelfs mijn eigen vriendinnen. De een zegt, je bent niet goed bij je hoofd. De ander zegt, dat moet je lekker zelf eten. Ik zou dat ook doen. Ja, weet je, het zijn pillen wat je honger vermindert. Je trek, je eetlust, al die shizzle. En ja, weet je, ik heb die discipline van mezelf gewoon niet echt. Als ik gewoon trek heb, dan vreet ik alles letterlijk wat voor mijn neus staat. Dus deze zijn wel gewoon, ja, op internet staat gewoon dat dit niet gevaarlijk is of zo. Dus niet dat jullie denken dat ik een soort drugs aan het gebruiken ben. Maar je eetlust wordt wel minder. Want er zit ook gewoon heel veel cafeïne en shit in. Dus je, ja, je voelt je gewoon fit. Deze zijn het. Ripped. Ripped Fat Burner. Kijk, want er zit wel echt 225 milligram cafeïne in. En je moet nagaan dat er in een blikje Red Bull zit 30 milligram cafeïne. Dus het is wel gewoon veel. Dit zijn ze. Ik ga het gewoon proberen. Ik laat jullie weten hoe ik het vind. En ja, ik weet gewoon zeker dat sommige mensen hier het niet mee eens zijn. Maar ik moet gewoon even minder snaaien. Want ik ben nu zo goed bezig met sporten. Maar ik vreet te veel omdat ik gewoon suikers, alles, ik vind het te lekker allemaal. You know? Dus dat. Dan, ja, het is wel echt 12 uur 's nachts. Mijn nieuwe vloerkleed is binnen. Mijn nieuwe vloerkleed van de Quantum. Dus deze gaat eruit. En dan komt deze erin. Alleen, ga ik dit jullie nu laten zien? Het is wel echt heel erg laat, hè? Ik wacht hier even mee, jongens. Want anders dan wil ik het ook gelijk neer hebben gelegd en zo. En nee, sorry. Het spijt me. Ik maak jullie blij met helemaal niks. Nou ja, mezelf eigenlijk. Ik moet nog even wachten. Maar ik heb er even geen tijd voor nu zo laat op dit tijdstip. En dan wil ik ook gelijk namelijk als ik mijn oude vloerkleed weg heb, wil ik alles even goed stofzuigen en dweilen voordat ik het nieuwe vloerkleed neerleg. Dus nee, dit gaan we nu niet doen. Ik ga nu gewoon lekker slapen. En jullie zien me morgen weer. Ik moet morgen wel een hele dag werken bij Bruchette. Ik begin om 12. Het wordt super druk. Dus ik ben heel laat klaar. Ja, dat eigenlijk een beetje. Ik zet even alles weer in de beschrijving onder deze video. Van deze trui en Coco Clean. En al die shizzle. Tot morgen. Zo, hé. We zijn gewoon alweer een hele avond verder. Ik heb vandaag 14 uur gewerkt. Het was zo druk, jongens. Ik had niet eens tijd om te filmen. Het was echt bizar. Niets te doen. Alles ging helemaal goed. Het is nu 2:30. Al die meiden zijn de stad ingegaan. Maar ik ben echt geen afhaker. En ik ben er eigenlijk altijd bij. Maar ik kon niet meer. Mijn poten die zijn gewoon echt deaden. Nu ga ik wel even in bed mijn vlog nog editen, want ik heb altijd, ja, jullie zullen het wel niet geloven, maar altijd als het juist zo druk is geweest en ik heb lang gewerkt, dan is mijn lichaam kapot, maar mijn hoofd die kan gewoon niet slapen. Ik ben vandaag mijn beugel vergeten in te doen. Scheisse, nu heb ik echt 14 uur lang mijn beugel niet ingehad en dat is echt niet goed.
Ja, ik ga lekker dat even doen. Douchen, mijn bed in, mijn vlog editen. En slapen. Een hele goede morgen, jongens. Ik ben bezig met het vervangen van mijn kleed. Ik heb net een salontafel opgetild. En ik sta gewoon hier zonder adem. Oké. Ik ga dit eens even allemaal fixen. Jezus, dit is echt een grap van de eeuw. Het is helemaal verkeerd. Dit was helemaal niet hoe het op het plaatje eruit zag. Ik wou helemaal dat Erik Kuster-stijl dingetje met helemaal die haartjes erop. Dit is gewoon letterlijk een plat ding. Nee, dit ga ik echt terugsturen. Ik hoop dat het nog kan. Moet ik het helemaal goed gaan inpakken? Jezus, wat een gezeik. Oké, nou. Mooi, hè? Mijn oude kleed weer. Kakzooi. Kijk eens wie er hier naast mij staat. Mijn vriendinnetje. En mijn andere vriendinnetje. Mijn vroemeltje. Lig je lekker bij je mamatje? Mijn kindje. Hebben mama en ik net onder de zonnebank hier gelegen? Nu dit zie je het, dat ik bruin ben. Echt... Oké, de meid is klaar met werken. En dit is echt heel onverwachts, want we hebben morgen een lunch en we zouden echt normaal gaan doen. Maar Amani is nu jarig, want het is 12 uur. En gewoon Mirjam, Kelly, Amanda en ik gaan naar de stad. Het viertal, wat gewoon besties for life is gewoon together forever. En dat vind ik echt heel leuk. Jullie ook, hè? Oh mijn god, ik vind het zo gezellig. Gewoon dat jij ook bent. Alles hier is wrong. Mami, je papi, dat me jou. Onze winnen tot in de val. Teken die bal. Okidoki. Mijn vrienden en ik zijn homie. Even lekker klaar. En mijn trekken. Nou, Amanda, dit klinkt heel raar. Doe even niet zo raar. Trek die laars uit, domme. Godverdering, dat is niet normaal. En je drukt je sleutels open. Oké, het is goed. Doei, ik ga. Oh, een krap in de nee, wat? Oh my god, ik pis in mijn broek. En ik ga morgen een nieuwe vlog beginnen. Dus deze ga ik afsluiten. I love you very much, allemaal. Duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zien jullie mij van de week weer. Oh, ik heb mijn schoen al uit. Dit is echt drama. Ik heb zo'n nodige pismoment op dit moment.